Mijn naam is Vincent Hoogendoorn. Ik ben meubelstuk bij McCall. Al een jaar of 13 of zo. Wat ik bij McCall doe is, ik zit bij de afdeling Knowledge Development. En daar proberen we nieuwe technieken zo slim mogelijk toe te passen. Zodat in onze projecten mensen daar heel vlot mee van start kunnen. En omdat we ook wel erg in de open source gedachte geloven, dan brengen we ze nu en dan stukjes die we zelf erg handig vinden, ook publiek uit. En daar maken we open source dingetjes van. Dit is er dan één van, Quickcross. Quickcross is een ontwikkeling die gekomen is na MVVM Cross. Ik zal zo meteen uitleggen waarom we daaraan begonnen zijn. Maar dit is wat ik er vanavond aan jullie over wil vertellen. Ik wil even duidelijk maken wat het is en waarom we het überhaupt gemaakt hebben en gebruiken. Dan het kernpatroon, eigenlijk net zoals in de vorige presentatie, zit hier ook een variatie op MVVM in met wat kleine uitbreidingen die dan weer codesharing bevorderen. Dat wil ik even laten zien. Ik ga daarna alleen nog maar demo's doen. Dus ik heb twee slides met content en de rest is demo. Al die andere dingen kunnen dus misgaan. Dus ik hoop dat het niet zo is voor jullie en voor mij, maar het zou goed kunnen gebeuren. Ik begin maar met het wat en why. Quickcross, wat is het en waarom hebben we het gemaakt? Dit is de tekst die gewoon op GitHub staat. Ik zal even de pointer gebruiken. Kijk, hier staat de volledige source code van Quickcross. En dan zeg ik volledig, maar het is dus eigenlijk een klein frameworkje. Ook de volledige guidance staat daar. De README pagina op GitHub is één best wel lange pagina. Maar daar staat echt alle guidance op. Dat is de complete referentie en tutorial om een appje te bouwen op verschillende platformen. Dus we proberen het een beetje compact te houden. Zowel in de code als in wat je ervoor moet lezen of de video's die je ervoor moet kijken. Het zit ook in NuGet als een package. Dus de uitkomst als je dit project zou pakken en bouwen, dan komt er een NuGet package uit. En dat NuGet package kun je in je eigen solutions gebruiken. En die zet daar dan gewoon weer wat codefiles in. Geen binaries. Er zitten geen DLL's in. Er zit ook geen dependency injection in. Geen service locators. Een heleboel dingen zitten er vooral niet in. Eén ding wat het goed probeert te doen. En dat is binden op een simpele manier. Met een eenvoudige bindingtaal die niet heel complex is. Ik weet niet of van jullie wel eens in de .NET binding syntax verloren raken. Als je echt iets ingewikkelds wil. Maar dat is best een beetje vaag, die documentatie soms. Dus we proberen om het simpel te houden. Dat onderste gele woordje. Zowel in hoe het in elkaar zit, als in hoe je het gebruikt. En ook als je gewoon even iets anders wil doen dan hoe het standaard in elkaar zit. Het is dus vooral ook niet bedoeld als een oplossing voor alle scenario's. Het is bedoeld als een hele eenvoudige basis voor databinding. Waarbij zodra jij iets meer of iets anders nodig hebt, je dat gewoon met een paar regels code kan doen. En dat het framework niet in de weg zit. Dat hebben we geprobeerd. Of het helemaal gelukt is, moeten jullie uiteindelijk zeggen als je het gaat gebruiken natuurlijk. Wat ons betreft ziet het er aardig uit. Nou, lichtgewicht. En nog één dingetje waar ik iets over wil zeggen. Quickly. Dat quickly, dat snel bouwen, gaat er ook over hele simpele dingen als codesnippets en macrootjes. Commando's waarmee je even snel wat code kunt genereren in je source. Herhalende handelingen, weet je wel, voor het implementeren van bindable properties bijvoorbeeld. Of bindable collections, hier viewmodellen. Nou, dus lichtgewicht, snelheid. Het gaat dus vooral over development snelheid. Hoe snel kun je dingen maken. Er zit ook databinding bij voor de platformen die dat van zichzelf niet hebben. Android en iOS hebben geen native databinding. MVVM Cross is een framework wat het onder andere ook heeft. Nou, wij hebben ook een eenvoudigere variant van databinding erin zitten. En codesharing. Er zit een patroontje in waarmee we ook de code die je voor navigatie gebruikt. Dus niet alleen je modellen, je viewmodellen. Maar ook de code voor het navigeren tussen de verschillende views. Dat die ook cross-platform shareable wordt. Dat noemen we wel een application navigator pattern.
En dat is eigenlijk wat het is. En de lichtgele woorden, of de gouden woorden, net hoe je dat wil noemen, dat is het why. Dus dat is waarom we het gemaakt hebben. Wij wilden iets wat lichter was dan wat er al bestond. We wilden iets wat ons meer versnelde met development, door gewoon een paar toeltjes te voorzien. En we wilden iets waar we simpel en vooral ook snel iets aan toe kunnen voegen of iets aan kunnen wijzigen in een app waarin je het gebruikt. Zonder dat je er dus een project naast hoeft te zitten om een losse DLL te bouwen die je dan weer met dependency injection moet registreren en gebruiken. Goed, dan kom ik nu op mijn popquiz. Dependency injection. Hoeveel van jullie hebben daarmee gewerkt? Best wel veel. En hou ze nog even omhoog, want ik ga even verder. Hoeveel van jullie zijn er niet enthousiast over? Niet. Niet. Iedereen die het gebruikt heeft, is er enthousiast over. Een paar niet. Een paar niet. Roy, waarom ben jij er niet enthousiast over? Ja, maar wat is het nadeel? Er ontstaat een soort magie. Dingen worden spontaan ergens geïnjecteerd. En vrij snel het overzicht waar dingen vandaan komen. Juist. Dat is een groot gevaar. Volgens mij had jij ook een vraag eerder, hè? Over daarover, toch? Over het debugproces? Ja, ik merk dat ik altijd controle kwijt heb. Ja. Wat er precies gebeurt, waar. Oké. Okay. Nou, dat zijn afwegingen. Dependency injection is dus een krachtig mechanisme waarmee je extensie kunt bereiken. Als je met binaire componenten werkt, dan kun je dingen gewoon erin pluggen, zeg maar. Kan natuurlijk ook gewoon in source code. Maar het heeft een prijs. En die prijs is inderdaad dat dingen in runtime pas bekend zijn en dat het niet zo direct duidelijk is waar iets vandaan komt. Dus, oké. Okay. Kom straks nog wel op wat meer likes en dislikes. Je ziet net Facebook soms. Het patroontje. Net als bij de vorige presentatie hebben we een cross-platform stukje en een platform-specifiek stukje. Wat je zult kunnen zien is dat dit in feite, hè, dit is eigenlijk het MVVM standaard patroon, view en een view model. En dat pijltje dat kun je zien als een data binding. Ja, dus data binding parameters, die zitten hier in de code of in de markup. Nou, wat wij eraan toegevoegd hebben is eigenlijk een applicatieobject, net zoals je in de vorige presentatie zag, waarin dus de cross-platform code zit voor je applicatieinstantie. Een interface voor je navigator en een implementatie die erbij hoort. En die navigator die doet eigenlijk iets heel simpels. Die weet gewoon hoe je op een bepaald platform naar een bepaald view toe moet. Dus het is een navigate-methode voor elk view zit erin. En dan heb je nog een entry point, hoe je app gestart wordt. Ja, en die moet natuurlijk een instantie maken van die applicatie en een instantie van die navigator. En die moet hij dan meegeven aan die applicatie en dan zit je spul in de lucht. Vragen over dit plaatje? Helder, hè? Het is ook simpel, hoop ik. Oké, okay. Dat waren de inhoudelijke slides. We gaan een iPhone-appje maken. Ik begin eigenlijk met puur de guidance te volgen zoals die op GitHub staat. Er staat gewoon getting started, er staan vier stapjes wat je moet doen als je een app maakt. Nou, ik zou zeggen, lees dat gewoon, dan is het echt heel makkelijk. Start Visual Studio. Stap 1. Nou, ietsje meer. Het staat iets meer in één stap. We maken een nieuw project. Nou, we hebben zin in een iPhone-applicatie. Deze. Dus laten we die maar eventjes noemen. Meetup. We hebben een iPhone-applicatie. We voegen nog een tweede project toe voor de shared code. Dat is dan een library project. Meetup.shared. We refereren het project.
En we zetten nog wat instellingen goed die nodig zijn om het spulletje te kunnen runnen als een iPhone-applicatie. Dus Meetup. Meetup. En een versienummer. Het versienummer wat we ondersteunen in onze code is 5.0 en hoger. De reden daarvoor is dat we gebruik maken van iets wat pas in versie 5.0 is toegevoegd aan iOS. En dat zijn custom runtime attributes uit Xcode en ondersteuning daarvoor. Ik zal straks laten zien waarom we dat nodig hebben. Ik zet hem nu op 5.1. En op de build property moet je dit vinkje aanzetten. Dat staat allemaal netjes in de guidance beschreven. En dan ben je eigenlijk klaar om QuickCross te gaan installeren. Dus. Dit is de Package Manager console in Visual Studio. Daarin kun je PowerShell scripts runnen en packages installeren. En wat wij doen is QuickCross installeren. Hij had het gewoon van NuGet.org, zoals je kunt zien. Er is nu eigenlijk nog niks toegevoegd aan jouw source. Of aan je je ziet hier niks veranderen in je Solution Explorer. Alleen packages config. Wat er gebeurd is dat er een PowerShell module is geregistreerd in die Package Manager console. En die heeft wat commando's, wat supermacro's geregistreerd. Die stukjes code voor je kunnen bouwen. En die stukjes code die zijn gebaseerd op templates die in jouw project zelf zitten. Dus die kun je zelf onderhouden. Maar ik heb dat nog niet gedaan. Het enige wat er gebeurd is, is dat hier staat, en dat zie je iedere keer als je Visual Studio opent in deze solution, zie je staan welke commando's er zijn. Ik wil even iets over guidance zeggen. Wij geloven nogal in de zwakheid van het geheugen van developers. Daar hebben we zelf echt veel ervaring mee. Dus details onthouden is best moeilijk, ook al zijn ze simpel. En wat we proberen is iedereen eigenlijk gewoon in your face linkjes te geven naar wat je kunt doen en hoe je verder gaat. Ook al is het nog zo simpel. Dus wat we hier doen is gewoon standaard maar even zien. Oh ja, dit zijn de commando's. En als je iets meer help wil, dan staat erbij hoe je iets meer help kunt krijgen. En dan doe je dus bijvoorbeeld get help. En laten we zeggen, we gaan straks new view doen. En dan wil je graag online help, want ingebakken help is toch altijd verouderd. Kijk, en dan opent hij een browser. En dan komt hij in de URL van onze ene pagina met de hashtag newview erachter. En zoals je kunt zien is het best een lange pagina, maar hier staat wel alle documentatie op van zowel het gebruik als een voorbeeld, als ook het extenden en customizen. Dus nou, dat is even over guidance, dat het ingebouwd zit. Laten we het dan maar doen. Je ziet hier ook nog een linkje naar getting started. Nou. Newview. Nee, we zijn te snel. Het eerste wat ik moet doen is, ik moet wel mijn eigen readme volgen. Install MVVM. Dat is eigenlijk wat je één keer doet aan het begin als je een solution hebt. En nou zie je wel wat gebeuren in de Solution Explorer. Je ziet hier in redelijk leesbare tekst verschijnen wat hij doet. Ja, dus ik voeg een projectitem toe. Nog eentje en nog eentje. Oh, en ik voeg een stukje code toe. Een methode die ik ergens voor nodig heb. En ik zet wat conditional compilation symbols in de projectproperties. Dus in principe kun je wel volgen wat daar gebeurt. Het is redelijk simpel allemaal. Het zijn allemaal dingen die je gewoon met de hand zou kunnen doen. Maar ja, wij geloven dan in dingen automatiseren. Dus. Wat je eigenlijk hier ziet is een foldertje, QuickCross. Daar hoef je eigenlijk normaal gesproken niet in te kijken. Dat is eigenlijk wat je bij een ander framework binair zou meekrijgen. Als je iets wil uitbreiden of veranderen aan QuickCross, dan ga je daar kijken. Maar in feite hoef je daar niet in te kijken. Nu hebben we eigenlijk al een basisapplicatie werkend. Ik zal deze nog even verwijderen, want het is nog uit het standaard template. Het volgende stapje van guided werken is dat je in de tasklist kijkt naar de to-do statements. Je hebt hier zo. Je kunt comments en user tasks aandoen. De code die nu is toegevoegd in je app, er staan hier en daar to-do-commentjes in voor kleine stukjes die je nog met de hand moet doen. Dus dat is ook weer een vorm van guidance. Dus daar klik je op
En dan zie je hier zo een app delegate class en er staat, oh, je moet iets in application main toevoegen voor het initialiseren van data binding. Nou, prima, dat doen we dan. Run through X, we gaan naar main. Hier is de main. We plakken het erin. Die kan weg. En het hoeft natuurlijk geen comment meer te zijn. Oké, dat is die. Nou, dan zie je ook, omdat je het comment hebt weggehaald, dat die uit de to-do-lijst verdwijnt. Je moet, hier staat nog iets over een property. Ik ga dit helemaal niet uitleggen. Dit zijn eigenlijk standaard iOS-dingetjes die je toch wel zou doen. Zeg maar. Dus iets ging doen. In AppDelegate moet je een property toevoegen, staat er. Nou, dat doen we. Dus ik gooi deze window die er standaard in staat, gooi ik weg. En ik vervang het door deze. Property die een override is op een basisklasse. En dat is nodig omdat iOS die property gebruikt als je bijvoorbeeld de storyboard wilt laden. Hij wilde nog iets. Nou ja, en dit moet staan in de finished launching event, staat er. Dus oké, Ctrl X, we gaan naar finished launching. En daar staat nu wat code in en eigenlijk hebben we alleen maar deze code nodig. Dus het gaat weg. Alright. Nou, nu zie ik alleen nog maar to-do voor iets dingetje staan. Niks meer in de file waar het om ging. En dat, hier is dan nog een window, omdat het een klein windowtje was. Dus nu een hoofdletter. Oké. Nou, dan staat er nog, let even in de beeldconfiguratie manager, dat je wel eentje kiest waarvoor je op je Mac een, iets hebt draaien. Dat is een echte iPhone, dit moet je hier iPhone selecteren. We willen ook graag dat onze shared app gebouwd wordt. Ik weet ook niet waarom het default uitstaat, maar dat is wel handig. En dan kunnen we hem eigenlijk starten. Nou, toch een foutje gemaakt. Ah ja, ik heb de readme niet gevolgd. Ik heb geprobeerd om het uit mijn hoofd te doen. Kun je nagaan hoeveel kans van slagen dat heeft. Echt niet, hè? Je moet het er gewoon bij houden. Het is maar één dingetje, hoor. Dit vind ik hier. Dat had ik namelijk aangezet op een andere configuratie, niet op iPhone. Dus, nou goed, dus ik had het wel gedaan, maar niet goed gekeken. Alright. Die unsafe code klinkt heel eng, maar dit is in feite alleen maar omdat wij de Objective-C runtime library van Mono, via Mono gebruiken om een property toe te voegen. Ik vind dit wel een tikkeltje klein, dus ik ga hem ietsje... Zo. Is die code leesbaar? Achterin? Ja? Oké. Okay. Kan zoomen dus. Roep als je het niet kunt lezen. Oké. Wat ik hier heb, de standaard applicatie, die genereert een standaard view, main. En daar zit een knopje op met een commando eraan gebonden, zoals we dat kennen van MVVM. En als je daarop klikt, dan doet het commando een tellertje ophogen en de property count is gebonden aan een label. Dus nou, dat is echt je meest simpele data binding app die je kunt hebben. Tot dusver heb ik eigenlijk ook meer gepraat dan getypt. Dus. Zo. Wat we net gezien hebben is een view wat met code gemaakt is. Op iOS heb je meerdere soorten views. Je hebt ook storyboard views. En je kunt views uit een zip-file laden. Die zijn allemaal ondersteund en die kun je allemaal met een commandootje genereren. Ik zal er even gewoon nu even nog een nieuw code view toevoegen. New view. En dan laten we zeggen code 2. Okay. Wat er nou gebeurd is, is dat hij heeft een viewmodelletje gemaakt op basis van een standaard templateje. En hij heeft een view gemaakt, code 2 view. Er zit ook gewoon wat standaard code in van een templateje. Code 2, view. Zo.
Dus je ziet hier, dit is wat je normaal in iOS doet ongeveer als je controls met code maakt. Maar het is niet echt iedereen zijn keuze. Sommige mensen werken liever met storyboards of met zipfiles, dat kan ook. Laten we zeggen dat we eventjes naar het view toe willen navigeren vanuit onze klik op main. Dus ik ga naar mijn main view model en dat tellertje wat daar opgehoogd wordt, count plus plus, dat is wat hij doet. Dan ga ik gewoon even heel vies, geen nieuw commando maken, maar gewoon zeggen doe nog wat. Dus het is heel fout, maar dat is even voor demo toepassingen. Deze applicatie, die heet Meetup. En dan is een Meetup applicatie dingetje, objectje gemaakt, die heeft een instance. Dat is je singleton. En daar zit een navigatiemethode op. En je ziet dat continue to code 2, het view wat we net gemaakt hebben, die method is toegevoegd in die klasse. Gewoon met een klein stukje commentaar wat daarin staat, wat je zelf kan aanpassen. Dus ik heb nu eigenlijk alleen gezegd new view en één statement ingevuld. En als ik hem nu start, en ik klik hierop, dan zal niet alleen de teller ophogen, maar hij komt ook in een code 2 view met werkende navigatie en zijn eigen klikmodelletje. Nou, dus je kunt je voorstellen dat je vrij snel een app qua navigatiestructuur even de lucht in kan schieten. Je shared code en daarna ga je verschillende mensen die verschillende views laten implementeren. Dus je kunt heel snel je shared code genereren als je tenminste weet wat je applicatie moet doen qua UI. Nou, ik zal even laten zien wat er gebeurt als je een wat moeilijkere weg kiest dan code. Ik bedoel qua generatie en qua tools. Als je een nieuw view zegt. En ik zeg hier, ik noem hem nu even story 1. Dan kun je een viewtype parameter meegeven. En die viewtype, dat is gewoon, die parameter is niks anders dan de naam van een template wat in dit foldertje staat. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een storyboard table. Daarnet heb ik code gebruikt, dat is de default. En als je hier je eigen templates bij zit, dan gaat hij die ook gebruiken. Ik gebruik nu even storyboard. Ik doe enter. Wie van jullie heeft wel eens met een storyboard in Xamarin gewerkt? Alright. Ja, dat zijn allemaal bekenden, die hoef ik niks uit te leggen. Goed, dan weten jullie nog niet wat een uitdagende toolset dat is. Het storyboard zijn namelijk visueel heel leuk, alleen in Visual Studio kun je ze niet editen. Je moet in Xamarin Studio openen. Aanmaken, openen, editen. Want Xamarin Studio start Xcode. En Xcode is een native designer, native development tool op iOS, op Mac. Dus je kunt hier wel netjes code aanmaken, maar je kunt hier geen storyboards aanmaken. Behalve als je die XML zou genereren, maar dat vond ik een beetje te ver gaan voor deze versie. Wat hier dus staat, wat ik gedaan heb, en dat, ik ga dat niet doen omwille van de tijd. Ik laat wel zien hoe het eruit ziet als het af is. Dus ik heb een storyboard.todo.csje gemaakt. En er staan gewoon 7 stappen in die nodig zijn om een echt storyboard te maken. Dus je moet naar Xamarin Studio. Maak eventueel een nieuw storyboard of open een bestaand storyboard. Als je daar dubbelklikt, gaat die Xcode openen. Ik ga het zo meteen ook doen voor iets wat al bestaat. En dan in Xcode kun je zeggen, de namen verbinden van je storyboard met een klasse die je zelf gebruikt. En dat zou dus moeten zijn Story 1 View. En als je dat doet, en je switcht terug naar Xamarin Studio vanuit Xcode, dan genereert Xamarin Studio, ik heb hem niet eens openstaan op het moment, ik zal hem zo wel even openen. Xamarin Studio genereert dan voor jou de echte Code Behind klasse voor je view controller. En wat hier staat, is eigenlijk gewoon de code die je daarin moet plakken. Dus ik heb de code wel gegenereerd. Alleen de toolset van Xamarin en Xcode, die wil zelf die klasse genereren. Dus dit is het closest by. Nou, dit is gelijk het moeilijkste stukje van MVVM, van QuickRush. Alle andere soorten operating system views, die worden wel helemaal gegenereerd. Alleen dit niet. Misschien voor een volgende versie. Oké. We hebben een nieuw view gehad. We hebben het installeren gehad.
Wat ik nog wil laten zien is het gebruik van codesnippets in je cross-platform code. Want daar hebben we ook iets voor gemaakt. Als je de installatiestappen in de goede volgorde volgt, dan staat er voor dat je, eigenlijk ik ga coderen, staat er, installeer dit snippetsfile in Visual Studio. En dat doe je door het pad even te kopiëren. En dan ga je naar Tools en dan zeg je codesnippets managen. En nou, de taal zit op C#. Dan plak je het bestandje. Dan zeg je ja, ik wil die graag hebben. Stop hem maar in My Code Snippets. Ik heb het al eerder gedaan, dus ik moet Override klikken. En als ik nu in My Code Snippets kijk, dan zie ik daar dus een aantal codesnippets die ik kan gebruiken in viewmodellen. Er zit ook weer guidance op deze dingen. Dus wat de shortcuts zijn om in te typen. En wat de parameters zijn. Dat soort zaken. Goed. Nou, dat is gebeurd. Dus laten we maar even kijken hoe dat werkt. Want dan hebben we alle elementen gezien van, de tools die in QuickCross zelf zitten. In je shared code heb je je viewmodellen. Nou, die worden standaard op basis van een templateje gegenereerd. Zit hier een code 2 viewmodel, zit een regiootje. Kijk, er zit hier een count property. En er staat achter, het is een data bindable property. En die is gegenereerd met het propdb1 snippet. Ook hier weer guidance van hoe is dat ding eigenlijk gekomen. Als iemand later mee gaat werken. Oh, propdb1, wat kan je daar dan mee? Nou, laten we eens kijken. Propdb, oh kijk, je hebt al IntelliSense. Zie je, dit zijn ze. Propdb1, propdb2. Deze is voor een one-way data bindable property. DB2 is dan voor een two-way data bindable property. Vrij logisch. ProfDB2C is als je, wanneer de code, wanneer de property wordt gezet, een stukje eigen logica wil uitvoeren. Bijvoorbeeld om iets anders aan te passen. Dus dan krijg je een eigen methode erbij gegenereerd die wordt aangeroepen. Dus de property wordt gezet. En ProfDBCall is voor een collectie. En dat kan dus een observable collection zijn of een iList of iets anders. Zeg maar. Dat kun je zelf aangeven. Nou, laten we even kijken. Propdb1. Ik druk op tab. Het type intikken. Nou, laten we zeggen dat het een int is. Int bedoelde ik. Int. Kijk, dat gebeurt er als je probeert op een Mac toetsenbord waar je toch niet zo handig in bent. Int en naam. Laten we zeggen age. Nou, je ziet hier achter staat heel slecht een heleboel statements op één regel. De reden daarvoor is dat het gegenereerde code is, dat je ze eigenlijk niet hoeft te zien. Dus dit is meer gewoon om visueel eventjes een region te maken zonder dat je 3 regels nodig hebt. Als je dit anders wil hebben, dan kun je gewoon het snippetsfile makkelijk aanpassen. Dus als je wel regions wil hebben, dan maak je even regions van die snippet file. En dan krijg je dat. Goed. Hij kan ook wel wat meer regeltjes dan één aanmaken. Dus als ik propdb-call, een collectie is natuurlijk wat uitgebreider. Dan kan ik zeggen, wat is het type van de collectie? Nou, ik wil een observable collection, dat is best. String is ook goed. Names. Name list. En dan zie je daaronder al van alles gebeuren. Dus hij heeft een andere property gemaakt, namelist has items en update namelist has items enzovoort. Nou, het voert verder om dat nu allemaal uit te leggen waar het voor dient, maar het zijn dingen die handig zijn als je met collecties werkt. Nou, dat is eigenlijk in een nutshell wat voor toolsjes en onderdelen QuickCross toevoegt. Wat je nu nog niet echt gezien hebt, is hoe de feitelijke data binding in markup eruit ziet. Je kunt ook data in code binden. Ik zal even laten zien waar. Hier is bijvoorbeeld in het CodeView, zie je daar een voorbeeld van. Het CodeView heeft geen markup, alle controls worden in code aangemaakt. Dus alles wat je hier ziet, dit hele stukje, zeg maar, dat is allemaal standaard gewoon sampling code op iOS. Hier zit niks specifieks in voor QuickCross. Het enige wat QuickCross doet, dus die zegt, nou, maak dan maar een binding parameters arraytje.
En zeg erin wat je view is, wat je property name is waar je aan wilt binden. Dan zie je dus dat er ook de property namen zijn gegenereerd voor jou als constants. Dus je hebt typesafe property naam. Je hoeft geen stringetjes in te typen. Dus het gaat ook niet fout als je iets erin neemt. Dus het is typesafe. En je kunt er nog wat andere parameters op geven. Je kunt bijvoorbeeld zeggen wat is de mode. Nou, dit is allemaal in code. En dan eigenlijk de echte code die je doet hier is initialize bindings. Nou, dit staat allemaal in een templateje. Je hebt niks hiervan hoeven in te typen. En wat je, dus ja, je gaat hier wel code bij zetten, maar dat is dan meestal echt UI manipulatiecode. Dat is niet meer logica om te binden. Oké. Dat was de meetup solution. Ik denk dat ik niks vergeten ben. Alright. Oh ja. Dan gaan we nu eventjes naar een stukje waar die databinding in te zien is. Ik ga hem eventjes starten. Ik heb hier een QC-test 1 solution. Die staat ook in diezelfde GitHub repository. Er wordt ook naar verwezen vanuit de README. Dus je kunt het gewoon thuis bekijken. Alles wat ik hier laat zien, dat is gewoon open source. Ik zal hem even starten. Hij staat op de iPhone Retina, dat wil ik niet. Oh jawel, nou, toch. Dit is dus een iOS voorbeeldappje met drie soorten views erin. Hij start met een code view. Daarna, dat is deze, dat is die jullie net gezien hebben, de standaard. Daarna komt er een view die uit een XIP is geladen. En daarna komt er een view die uit een storyboard komt. Deze view is een table view. Table view controller in een storyboard. En wat je ziet is hier een lijst met in dit geval 100 producten. Maar je kunt er ook gewoon 1000 in gooien of 10.000. Hier zit een heel slim patroon in. Wat door iOS zelf wordt aangeboden voor het reusen van je controls. Dus het scrollen gaat soepel. Het scaled heel goed. In de Android-versie van onze list binding support hebben we dezelfde patroon, het viewholder patroon, geïmplementeerd. Daar moet je meer zelf doen. Dus performance in lijsten is wel iets waar je bij geholpen wordt. In principe zouden lijsten heel snel moeten zijn. En wat je hier ziet gebeuren is dat ook op de achtergrond wordt er 1 per seconde op elk lijstelement een tellertje verlaagd. En die zie je hier live veranderen. Dat komt omdat die lijstelementen zelf, die zijn ook gewoon viewmodelletjes. Dat kan, dat hoeft niet. Dus je kunt gewoon dingen veranderen in een item in een lijst. En dan update dat item in je view. En verder niks. Dus dat is heel high performant. Je kunt ook gewoon zeggen, ik doe gewoon een lijst met eenvoudige POCO-objecten met alleen properties erop, of alleen zelfs alleen velden. Die laat hij ook zien, alleen die zijn niet live updatable. Dus je kunt op verschillende manieren met lijsten omgaan. Lijsten zijn heel belangrijk en ook eigenlijk best wel ingewikkeld om goed te doen qua performance. Nou, daar hebben we wel geprobeerd om iets voor te zien. Je hoeft dus, wie van jullie heeft er wel eens zo'n soort lijstje gemaakt? Gewoon een lijstje op iOS bijvoorbeeld? Ja. Wil iemand even roepen wat je dan voor dingen moet bouwen? Roy? Ja, telephone delegate. En? Status source. En? En view zelf. 3 klassen. Ja, nou, we hebben dus gewoon niks gebouwd. Het is van 3 naar 0. Ik weet niet wat dat in percentages is, maar ik denk hoog. Nou, dat is een beetje flauw. Er is 1 klasse gegenereerd en daar ga je wel dingen aan toevoegen. Maar het is niet nodig om dit aan de praat te krijgen. En de kans is vrij groot dat je nooit een TableView controller zult hoeven schrijven. Als je geen hele fancy dingen qua UI wil doen in die cel. Dus nou, dat zijn ook dingen waar we dachten van ja, simpele dingen moeten simpel kunnen. En als je het ingewikkeld wil doen, dan kun je die TableView klasse die erin zit, die kun je gewoon, hier staat een databindable UI TableSource, die wordt er gewoon aangehangen als je er zelf niks op zet. En als je een afgeleide klasse hiervan maakt, dan kun je hem op allerlei manieren uitbreiden en aanpassen. En dan heb je toch nog het voordeel van datapijn. Dus, nou, dat zijn eigenlijk de basisbouwblokken. En ik heb echt veel te veel om te laten zien in een redelijke hoeveelheid tijd.
Ik vind het eigenlijk het belangrijkste dat de basiselementen van wat zit er nou in, dat die zichtbaar zijn. Ik wil nog, ja, prima. Ik ga zo even die databinding dingetjes laten zien. Vraag. Ja? In die templates zit je met die table view. Ja? Dus je hebt dan een data table view source. Ja. Even. Kijk, dit is een MVVM frameworkje. Ja. En moet ik uitleggen hoe het een bij het ander komt? Nou, dit is eigenlijk een stukje data binding implementatie en die heb je op views nodig. Hè, dus. En views hebben, en ja, op lijsten, zo zitten zowel iOS als Android in elkaar, dat je dus eigenlijk normaal gesproken twee klassen nodig hebt om die dingen te laten functioneren. En dit is gewoon een standaard klasse die geïnstanceerd wordt als je er zelf niet zo'n klasse opzet, maar die klasse moet er wel zijn. Er is geen manier om een table van data te voorzien, voor zover ik weet, op beide platformen, zonder dat je zo'n klasse eraan hangt. Alleen het verschil is, deze hoef je niet te schrijven. En als je wil kun je hem wel gewoon uitbreiden. Want alles wat deze klasse doet is gewoon kijken naar wat heb ik voor binding parameters op mijn view staan. En als die er zijn, dan gaat hij zeg maar events wiren aan de verschillende subviews die in een cel staan. Bijvoorbeeld aan een knop of aan een label of aan een editbox of alles wat erin staat. En als er een waarde verandert, hij abonneert zichzelf op het viewmodel. En als er een waarde, het viewmodel wat achter de cel zit, zeg maar. En als die waarde verandert, dan zet hij hem op de goede manier in dat control neer. En dan kun je ook allemaal weer met code op aanpassen. Maar ik snap wel waar je vraag vandaan komt. Maar dit is wel iets wat je eigenlijk in elk data binding framework ergens zit weggestopt. Je hoeft ook normaal gesproken er niet echt in te grutten, zeg maar. Het ding doet zijn werk. Als het goed is, doet hij het ook altijd goed. Zo niet, dan moet je echt tegen me zeuren. Dat vind ik fijn. Ja. Die views zijn opgebouwd. Dat is eigenlijk een tree van views. Ja. En kun je die data miner ook op de root tree zetten? Op de? Root? Op de hoofdview. Of moet je elke subview gaan binden? Je kunt, nee, je kunt precies op het niveau zetten waar je het wil hebben. Dus je kunt op je hoofdview inderdaad iets zetten als je daar iets mee wilt. Ik wil een title of zo, of iets binden. Maar als je bijvoorbeeld een table hebt met erin een cel. Ik ga nu eventjes een storyboard openen, anders dan wordt het niet duidelijk. Even kijken. Go. Kijk. Longlist starts. Als ik dezezelfde solution nu open in Xamarin Studio, dan krijg ik toegang tot mijn storyboard. En als ik dan daar op dubbelklik, dan komen we een beetje op het voorbeeld wat ik net aanhaalde. Ik zal even doorlopen, ook met jouw vraag in het achterhoofd hoe het een en ander aan elkaar zit. Als je dingen in markup wil koppelen aan data binding. Het eerste wat er gebeurt, is dat je een klasse opgeeft. En dat is eigenlijk die C-sharp klasse die Xamarin Studio voor jou genereert. De product list view klasse. Daarnet hebben jullie een stukje commentaarcode gezien. Die is daarin geplakt nadat die gegenereerd is. En dat is hem dan. Het ding moet ook een ID hebben, een storyboard ID. Zodat je weet welk storyboard ID je moet opgeven als je er naartoe wil navigeren. En deze, dit is gewoon een best convention om het aan te zetten. Maar in ieder geval, gewoon het controller, die product list view heet, daar moet je de naam van opgeven. Daar zit erin een table view. En hier komt dan eigenlijk het stukje markup als eerste naar voren. Ik heb hier een user-defined runtime attribute bind.
type string. En daar zet ik gewoon tekst in zoals je dat in .NET binding ook gewend bent. Het is niet precies dezelfde syntax, maar je raadt het al, die is op de README goed gedocumenteerd. En wat hier dus staat is eigenlijk deze tableview. Die heeft voor de lijst een item source. En de naam daarvan is productlist. Productlist is de property op het viewmodel. Dus, en dit is gewoon dat ik zeg van ja, de data source die komt eigenlijk uit productlist. Als ik dan ga kijken in deze cel, dan zie je hier zo dat de cel een identifier heeft, productlist item. En dat is eigenlijk de naam van het lijst item template, wat in de lijst gebruikt moet worden. Je kunt er meerdere hebben, je kunt cellen met verschillende uiterlijk in één lijst. Dus dat is identifier 2, je template die gebruikt wordt voor je cel. En in je cel staan dan weer subviews. Het kan van alles zijn, ik heb hier twee labels staan. En als je daar dus kijkt, dan staan daar gewoon hele eenvoudige binding expressies in. Namelijk gewoon de naam van de property waar die aan gebonden moet zijn. Dus deze moet aan de property name gebonden zijn en deze aan de value stock. Ja. Wat die tableview source doet en ook de initialize data bindings call die in je view code zit, is dat hij in feite al die opgeslagen properties gaat koppelen aan de geïnstanceerde views. En dan registreert hij ook event handlers als dat nodig is voor tweeweg binding en voor commands. Nou, dus dat voert veel te ver om het allemaal te zien, maar de meeste scenario's zitten er wel in. Nou, er zijn er vast ook een paar die er niet in zitten. Maar dit is eigenlijk hoe het spul aan elkaar geknoopt wordt. Is jouw vraag daarmee beantwoord? Dat je dus een table view controller hebt die deze dingetjes dus als utility class verbindt aan je viewmodel. Daar dient hij voor, dat is wat hij doet. Ja. Kan je ook meerdere properties van een controller binden aan meerdere? Nee. Dat is een goede vraag. Niet met markup. Want heel terecht zie je in de syntax niet staan aan welke property moet die gezet worden. We proberen met markup de dingen die zeg maar 90% van de gevallen de bedoeling zijn. Dus ja, op een tekstlabel zou je waarschijnlijk wel de tekstproperty willen zetten. En daar zou je wel een string willen hebben. Dus laten we van de waarde maar toString pakken en hem in tekst stoppen. Dat is een default implementatie. Als je iets anders wil, hebben we er echt voor gekozen om geen hele krachtige binding syntax te introduceren. Maar om je een hele eenvoudige code override te geven in je view zelf. En die code override, die wordt ook aangeroepen. Dus de code override hier op product list view, die wordt ook aangeroepen voor dingetjes in een cel. Voor elk dingetje in elke cel die getoond wordt. Dus je kunt gewoon, en ik kan dat wel even laten zien, want dat hoort ook bij de features. Dus als ik hier naar de product list view ga, ik heb hem hier al ingezet. Kijk, deze methode. Ik heb hier een update view methode, die kan ik overriden. Die zit dus in de basisklasse van een table view base. Die wordt gewoon aangeroepen door het data binding frameworkje. En als jij geen eigen implementatie geeft, doet hij de default. Dus dan zet hij op een tekst, op een label zet hij de text property. En dan probeert hij toestring te doen op het object. Dus je zegt, ja, maar ik wil eigenlijk dat dat ding ook nog een kleurtje zet, of iets dergelijks, dan kun je dat hierin neerzetten. Dan zeg je bijvoorbeeld, oké, als view iAlibus en view tag is 42, een beetje flauw, maar goed, dan heb je normaal natuurlijk een constante voor en zo, dan doe je hier iets bijzonders. En anders roep je de basis aan. Dus dat is de manier waarop we eigenlijk geprobeerd hebben om geen programmeren in markup te gaan krijgen. Want dat is dus wat ik in .NET wel eens tegenkom. Dat als je heel ver gaat met data binding, dat het eigenlijk non-compiled, non-type-safe programmeren in XML is. En dat is best wel foutgevoelig. En je hebt er ook weinig intelligentie bij. Dus dat is de filosofie erachter. Dus het is beperkt, bewust. En dit soort overrides zitten op alle plekken
waar we maar enigszins bedacht hebben van we doen het beperkt. Als je er niet in zit, kun je hem zo toevoegen, want het is source, weet je. Dus. Oké. Nou heb ik eigenlijk de basis wel laten zien. Ik denk dat ik heel veel andere dingen ga overslaan. Gewoon om... Want ik had... Oké. De longlist, ik heb hem even laten zien. Ik heb hem ook op Android. Prima, dan kun je het ook zien. Er zit een soort... In Android zit in de markup, gewoon in de tag property, zitten diezelfde binding parameters. Android heeft een standaard property tag. En die kun je stringetjes in stoppen als je dat wilt. Dus dat doen we. Alleen iOS had dat niet, dus daar hebben we die bind custom runtime property voor toegevoegd. iOS had geen geschikte standaard property daarvoor. Dat is eigenlijk het verschil. Voor de rest hebben we vier platformen die we ondersteunen. Dus iOS, zowel iPad als iPhone natuurlijk. Windows Store, Windows Phone en natuurlijk gewoon Android in zijn variaties. Ik heb er wel een voorbeeldje wat ik even kan laten zien. Ik ga hem nu niet openen, maar ik had iets waarbij je drie emulators had en eentje nog. En dan stond er overal dezelfde app. Nou, dat moeten jullie me even geloven, want dat gaat te veel tijd kosten om ze nu allemaal op te starten. Het is al volgens mij al een kwartier later dan bijna dan de bedoeling is. Maar de sample app applicatie die in, ook in diezelfde GitHub repository staat, die staat er in vier appjes en ik zal wel even de source laten zien. Dit is eigenlijk gewoon de repository zoals die op GitHub staat van QuickRoss. En er staat een subfoldertje examples in met een paar applicaties in verschillende platformen. En er zit een applicatie op het rootniveau in. En dat is de applicatie die voor alle platformen gebruikt wordt. Eigenlijk om QuickRoss zelf te ontwikkelen. Heel erg simpel. Maar ik wil jullie aandacht even vestigen op de folderstructuur die we hier gebruiken. Wat je ziet is dat we hier eigenlijk één folder hebben voor de solution. Maar ik moet zeggen solutions. Wat we gedaan hebben is dat we zeggen wij maken voor elk platform een eigen solution. En daar zit alleen een shared code project in en het project voor dat platform. We gebruiken ook geen portable class libraries. Dat kun je wel doen als je dat wilt, maar de standaard guidance zegt maak een nieuw project voor het platform wat je nodig hebt. Dus hier zit je bijvoorbeeld in het shared project. Er is dus één project, één projectfolder voor alle platformen, maar er zit wel een projectfile per platform in. Dat zal in verreweg de meeste gevallen zal je hooguit twee projecten hebben, iOS en Android. Laten we wel zijn, dat is toch wel... We doen ook wel eens Windows Phone en Windows Store, maar dat is echt toch wat meer in, binnen de enterprise. Dus je hebt daar dan twee projecten staan die dezelfde files gebruiken. Het voordeel is dat je gewoon ifdefs kunt gebruiken in je source code. Op het moment dat er iets, één klein dingetje, net niet cross-platform is. En dat is wel fijn. Want het alternatief is, als je een portable class library gebruikt, en je hebt maar één klein dingetje wat niet op alle platformen beschikbaar is, dan moet je dus met dependency injection of iets dergelijks gaan werken. Dan moet je dus een interface definiëren. Kun je de implementatie daar niet inzetten. Dan moet je ergens anders de implementatie gaan bouwen per platform. Nou, dus gewoon wat meer gedoe dan een ifdefje zetten. En je komt op gekke terreinen soms tegen dat code niet cross-platform is. Ik noem maar even reflection. Onze databinding code, ja, doet het geweldig op mono. Maar op Windows Store, Microsoft's eigen OS, breekt het. Dan moest een ifdefje, omdat je gewoon op een andere manier de naam van een property opvraagt. Die API is niet consistent. Dat is maar één statement. Maar daar hadden we anders dus wel gewoon een heel los ding van moeten maken. En daarom ben ik zelf van mening als je portable class libraries wilt gebruiken, dat je eerst moet afvragen waarom je dat eigenlijk wilt. En de reden die ik in ieder geval voor kan bedenken is, één, het is een library. Twee, je wilt hem per se binair distribueren en niet als source. Als die twee dingen waar zijn, dan is een portable class library eventueel een goede oplossing. Ja.
Maar als het niet waar is, dan is het een zware beperking. Hoe zit het dan met als er nu iets geüpdate wordt in het QuickCross framework? Hoe krijg je dat dan weer in de applicatie? Ja, het is heel flauw om te zeggen, maar het staat in de README. Maar het komt er in feite op neer. Nou, oké, okay, goed. Het is niet ingewikkeld, het is source code. Hè? En die source code van QuickCross zelf, die edit je niet, behalve als je echt iets wil veranderen eraan. Weet je wel? En, nou goed. Dus je kunt die gewoon weggooien en het nieuwe package downloaden. Doe je weer install MVVM en dan zit hij de nieuwe versie van de files erin. En dat zit gewoon in jouw source. Dus hij kopieert gewoon source over uit het pakket in jouw eigen project onder jouw eigen source control systeem. Dus het is ook nog eens versioned, je kunt de verschillen zien. Je kunt, weet je wel, als iets problemen geeft, kun je even terug. Het is eigenlijk... Het blijft alles ja. werken, als je de volgende versie de binding syntax verandert, of een nieuwe implementatie van je... Nee, niet alles blijft werken. Ja, heel simpel. Als ik breaking changes maak, dan maak ik die. Ik zal natuurlijk niet mijn best doen om dat te doen, maar het kan best gebeuren. Maar ik beloof wel, en dat kan ik laten zien, want ik heb gisteren de 2.0 release, en dat is de eerste onder de naam QuickCross, dat heette hiervoor MVVM QuickCross, gepubliceerd. En daar zat bij publiceren al een upgrade in van en MVVM QuickCross en een upgrade naar toekomstige versies. En als ik dus hier zo... Kijk. Dus... Goh, ik zou eigenlijk upgraden willen, want ik had die vorige versie gebruikt, MVVM QuickCross. Hier staat het. Nou, MVVM QuickCross, we hebben de naam veranderd. Dat hebben we gedaan op verzoek van Stuart Lodge, de maker van QuickCross. Want die vond dat wij te veel impliceerden dat zijn ding niet snel is. En dus, kun je het er iets minder op laten lijken, was zijn vraag. Nou, dat doen we dan, dat kost wel werk, want je moet van alles veranderen. Maar we hebben het wel gedaan. Ja, weet je, we zijn ook helemaal niet uit om te concurreren. Het is gewoon een optie van een andere kant. Weet je wel? Als je die twee frameworks vergelijkt, MVVM Cross. En ja, ik vind het eigenlijk nog, het is nog maar een klein dingetje, weet je wel. Ik vind ze eigenlijk in verschillende klassen vallen. Maar als je ze vergelijkt, komen ze van een hele andere kant. MVVM Cross past goed bij zo'n soort architectuur als die Edwin heeft laten zien. Waarbij je eigenlijk vanuit de enterprise architectuur komt. Het is een gedownscaled enterprise architectuur. Maar misschien zaten hier vanavond wel een heleboel mensen die dachten... Jumpy, dat is wel heel veel architectuur voor het soort apps wat ik bouw. Kan het ook niet wat simpeler? Ja, dachten wij ook. Dat moet wel wat simpeler kunnen. Vandaar dat wij van de andere kant af bedacht hebben... om een architectuur die minder lagen om, minder functionaliteit biedt... Hè, dus minder dingen doet. Er zitten geen service locators in en er zit geen dependency injection in. En kun je allemaal erbij doen als je dat wil, met de standaard tools die er zijn... Maar dit is gewoon puur en simpel databinding in tools en macrootjes om wat code snel te genereren. Dit zit. Ja, dat patroon zit erin. Ja, maar dat zit in databinding. Dat is het hart van MVVM. Zonder databinding heb je geen MVVM. Dus, maar goed, hier staat dus how to upgrade van MVVM cross to QuickCross. Dat is best wel veel stappen omdat je een namecheck hebt, maar... Even kijken. Hier zo. How to upgrade to a later version of QuickCross. Nou, is toch leuk? Die is er nog niet eens. Dus. Maar er staat wel hoe het moet. En als er dus iets nodig is, behalve alleen maar deze generieke stappen, dan beloof ik, cross my heart, hope to die, dat ik daar heel specifiek bij zit wat je moet doen. Dat heb ik hieronder ook gedaan voor het andere framework. Dus dit framework gaat over... Dat je niet te veel details hoeft te onthouden. Simpele dingen simpel houden. Jouw grip geven met code. En gewoon dat je door kan gaan in je project. Dat je niet opeens ergens op stuit van... Nee, nou moet ik even een grote hobbel gaan nemen. Ja. Ben je in de MVVM-cross ook echte harde beperkingen tegengekomen? Wat waren echt grote problemen? Of is het meer puur van... Het is deels... Ik ken ook wel mensen gesproken die echte beperkingen zijn tegengekomen. Maar dat kan ook historisch zijn, hè? Dus momentopname. Er is een tijd geweest dat... Sander, waar zit je, Sander?
Jij was er iets tegengekomen als er een nieuwe functionaliteit in iOS kwam. Ja, ja. Hé, hey, wakker worden. Ja, weet het. Nou, jij was met MVVM Cross tegengekomen dat het opeens een poosje vast zat. Ja, maar wel voor. Vertel eens iets. En als je custom controls gebruikt, heb je natuurlijk hetzelfde verhaal. En dat is, brengt me eigenlijk op het laatste het technische stukje wat ik wil laten zien, want dan is het echt tijd voor een borrel. De view data bindings, UI. Ik heb net gezegd, de quickcross folder, dat zijn dingen die je normaal niet hoeft te veranderen. Ik heb een klein beetje gejokt. Er zit één file in wat bedoeld is om te veranderen. En dat heet de view data bindings.ui.cs. Als je nou opeens een eigen control hebt liggen ergens, of een native control wat je gewrapt hebt, of iets uit een third-party tool library, wat je toch graag wil databinden. Dat zit niet standaard in MVVM Cross, wellicht. Maar dit is eigenlijk, laten we zeggen, one-way databinding. Er staat een to-do statement in, zodat je kunt vinden waar het staat. Als je andere view types wil databinden, kijk, dit is alle code, letterlijk, deze ene regel, is alle code om een label te binden. Dit is het. Je krijgt een view binnen en je krijgt een object binnen. Wat wil je ermee doen? Nou, kijk maar naar het type. En je kunt kijken naar een specifiek type. Of je kunt zeggen, nou, als die afgeleid is van een bepaald type, ga ik iets bijzonders doen. Zodra je dus iets probeert wat hier niet ondersteund is, krijg je deze exception. En dan weet je dus dat je in dat statement een paar regeltjes moet toevoegen. Dat je een checkbox wil doen of iets anders. Dus lang niet alles zit er ook in. Zeker in iOS nog niet. Er zitten gewoon maar een paar simpele dingetjes in. En ja, met een paar regels voeg je dat hier toe. Nou, dat is zowel voor eenweg databinding. Dat is een simpel regeltje. Maar bijvoorbeeld tweeweg databinding. Dan moet je een event handler ergens opzetten. Op welk event dan? En wat voor property? Nou, two-way handler, precies hetzelfde. Nou, iets meer regels, oké. Okay. Als die UI text field is, gaan we een observer toevoegen. Oh ja, en omdat we geen memory loss willen, is er ook een remove two-way handler. En dan haal je hem weer weg. Lifecycle management zit ingebouwd, dus het voorkomen van memory leaks, doordat er event handlers geregistreerd staan op jouw view model vanuit je view. En vervolgens is je view al lang weg. En dan blijft hij toch in memory hangen, omdat hij een registratie heeft op je viewmodel. En die blijft je hele applicatie lifetime in memory. Dus wat er ook nog in zit voor iOS en Android, is lifetime management van event handlers. En daar hoef je niks voor te doen. Je moet het gewoon in deze methode toevoegen. Die wordt op het goede moment aangeroepen. En als je zelf events toevoegt, ik ga al te ver denk ik, maar goed. Je hebt gewoon een methode in je eigen views als je zelf je events automatisch op het juiste moment wil re-adden en weer verwijderen. Dan hoef je alleen maar in één methode dat toe te voegen. Die wordt op het juiste moment aangeroepen. Nou, het staat allemaal netjes in de, jawel, in de README. Zijn er, ik denk dat ik ga afsluiten en daarna wat algemene vragen. Ik heb een Twitter voorbeeld en hoe je customizing kan doen. Dat ga ik allemaal niet doen. Het wordt veel te laat. Hoeveel regels code is nou op Framework? Ik heb gisteravond nog niet geteld. Maar het zal vast wel ergens staan. Waarom die langste paalnaam in data wel? Oh ja, deze. Ja, het is wel een lange hoor. Tenminste, een relatief lange. Kijk, je ziet het ook. Hop. Dus wel een lange. En als je daarin gaat kijken, dan zal je zien dat, nou, 390 regels. Dus als je erin gaat kijken, zul je vast zien dat het misschien nog wel wat eleganter en compacter enzovoort kan. Ik heb er echt voor geprobeerd te zorgen dat je dit gewoon kunt snappen als je geen rocket scientist bent. Of als dat niet je hobby is, zeg maar.
Dus, het kan een stuk slimmer, dat weet ik. Je accepteert pull requests, neem ik aan. Ik accepteer van alles. Fooien, gratis reisjes om iemand te komen helpen ergens. Allemaal prima. Ja, ik sta. Als iemand zin heeft. Ik ben heel ruimdenkend. Ja. Maar zonder gekheid, dan komen we toch op de presentatie weer terug. Dus jullie hebben van de meeste dingen. Oh, iets te snel. Nee, dat bedoelde ik niet. Zo. Ik ga me echt even inhouden, want ik wil gewoon dingen laten zien. Goed. Er staat dus feedback, issues, improvements, welkom. En het maakt me niet zoveel uit of je dat met pull requests doet, of dat je me een mailtje stuurt, of dat je gewoon op Twitter iets roept, of whatever. Als je iets hebt, kijk, ik probeer wel om het te laten doen wat het doet. Dus niet om hele nieuwe blokken functionaliteit toe te voegen. Maar als wat het doet gewoon niet goed werkt of beter kan, of dan graag. Want het is ook wel een risico wat ik gehoord heb bij een klant van ons. Dat ze begonnen waren met NVVM Cross. Niet om dat nou te tissen. Dat was door een stagiair gebouwd. Was wel een hele belangrijke app voor hun. Daarna aan een professioneel team overgedragen. Maar het zat er helemaal dwars doorheen verweven op alle mogelijke manieren. En dat team had er een ongemakkelijk gevoel bij dat ze te veel vastzaten aan dat ene library'tje. Dat maar door één persoon onderhouden werd op dat moment. En ze wilden er toch wat meer grip op hebben. Dus ze hebben het er helemaal uitgerefactored. Als je dat soort overwegingen bekend voorkomt, dan is de gedachte hierbij dat dit gewoon relatief weinig source is. Die relatief simpel in elkaar zit, die makkelijk te debuggen is, die makkelijk uit te breiden is. En dus ook als ik er niet meer aan werk, wat gerust gaat gebeuren, dan kunnen jullie dat gewoon prima zelf. Ik ben trouwens niet van plan om ermee te stoppen, maar goed, dan weten jullie dat. Zijn er nog andere vragen? Oh. Ja, ik heb blijkbaar geen Twitter meer. Gek is dat. Hij is inderdaad echt weg. Nou, misschien komt het omdat hij op de Mac zit. Ja, dat is het. Maar volgens mij stond hij hier ook. Vincent_H_net. Dat is mijn Twitter-account. En meestal roep ik daar wel iets over als er nieuwe releases zijn. En je kan natuurlijk gewoon op GitHub volgen. En ik denk trouwens, ik heb dat nog niet echt in gebruik genomen, maar ik denk dat je op GitHub ook gewoon prima dingen kan inschieten. Daar krijg ik vast wel een mailtje van. Dus, alright, nog andere vragen? Nou, dan wil ik jullie heel erg... Oh, wacht. Ja, ik heb nog wel een vraag. Wie van jullie vindt... Nou, niet per se de implementatie, maar wie van jullie vindt de overweging om dus nog een andere soort NVVM-framework te hebben herkenbaar? Dus de redenen waarom we dit gedaan hebben. Oké. En wie van jullie heeft gewoon nog geen ervaring met dit onderwerp? Dankjewel. Ja, maar dat weet ik, want als je geen ervaring hebt, kun je ook geen mening vormen. Dat is natuurlijk lastig. Ja, dat vind ik een beetje... Kijk maar, ik vind het heel fijn als je het gebruikt, weet je wel, ja. We maken het in principe gewoon ook voor onze eigen developers, maar ik vind het fijn. Ik heb iemand in Denemarken zitten die hele trouwe supporter is. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar toen ik gisteren om 6:00 de release eruit publiste, zei hij, oh, ik ben gisteren begonnen met een 1.6 Android app. Kan ik gewoon upgraden? Nou, toen heb ik de upgrade instructies geschreven, dus... Oké, nou heel erg bedankt dat jullie zo lang naar mij willen luisteren. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En ik zou zeggen, ja, blijf nog even naborrelen en kletsen. We kunnen vast een hoop van elkaar leren. Dank jullie wel.